hebben een hele bijzondere uitvinding gedaan. En speciaal omdat jullie school 10 jaar bestaat, heb ik hem hiermee naartoe genomen. Het is namelijk zo, met deze tijdmachine, en dat lukt niet altijd, maar soms wel, kan ik iets uit de tijd hier naartoe laten komen. En had toen straks iemand, ik weet niet meer wie het was, die wou heel graag dinosaurussen. Wie was dat? Niet allemaal. Oh jij, ja, dankjewel. Dan. Dat vond ik dan toch een tikkie te gevaarlijk. Er zei ook iemand, laat Romeinen komen. Ik denk, ja, Romeinen, ook leuk. Maar er zei nog iemand tegen mij, wat gaan we doen? We gaan er ridders komen. Nou, dat leek me wel een heel goed plan. Zie je dus hier mijn tijdmachine staan? Hij werkt niet altijd. Ja, dat is het gekke ervan. Maar jullie moeten mij dadelijk gewoon een beetje gaan helpen. Zal ik hem voorzichtig gaan opstarten? U hoort hoor. Ik hoorde ook wat. Dat is binnen lees en zien, dat zit daar goed. Maar even kijken. Ik heb echt iets. Waar ben ik? U bent op de lijst. Dus niet van de schoenmaker, maar de school. U bent, goedemorgen, mijn naam is professor Tijm Machine en u bent... Brot van Grommen. Brot van... Wij hebben elkaar gezien. Meneer van Grommen, u komt op dit moment, zoals wij dat in onze tijd noemen, in de middeleeuwen, daar komt u vandaan. En wij zijn nu in het jaar 2018. Wat? Echt? 2018? En dit zijn allemaal kinderen op de school. Ik moet even bij gaan zitten. 2018. En de wereld is niet vergaan in het jaar 2000. Nee, en hij is nog steeds rond. Kijk, rond. Ja. Oh. Ik moet even van mij komen, meneer Time Machine. Is het zo, deze kinderen, die hebben een feestje. Want de school, die bestaat, de academie zeg maar, die bestaat 10 jaar... En leek het ons leuk om met de tijdmachine, daardoor heb ik u hier naartoe kunnen halen, om een feestje te vieren. Maar ik zag net een brief van u. Heb je die brief al gekregen? Die brief heb ik net geschreven, die brief. Ik heb hem hier. Die heeft toch nog niemand? Hoe kan iemand die nou hebben? Waar? Ik heb hem hier. Dat is de koning worden. En wat zou jij zelf doen als jij met je beste vriend of je vriendin de vraag krijgt... Wie van jullie twee moet er koning worden of koningin? Wordt dat dan Rode Roderick? Of wordt dat Witte Wilhelm? Wordt dat Rode Roderick? Of misschien toch Witte Wilhelm? En wij weten het niet. We weten het niet. En weet je, als je een echt... Als je zo'n probleem tussen... Nee. Doe die even een punt naar beneden. Punt naar beneden. Punt naar beneden. Ja, beter. Als ridders zo'n probleem uitvechten... dan moet er een toernooi gemaakt. Maar er zijn heel veel dingen bij een toernooi... die ridders zelf helemaal niet kunnen maken. Bloemenkransen, cadeaus, jonkvrouwen, schildknapen. Dat is allemaal, dat moeten... Als jullie nou even zorgen, het komende kwartiertje, dat jullie dat gaan doen, dan gaan wij even de paarden halen. Hè? En dan zijn we zo weer terug. En dan doen we dan... Kunnen we hier buiten ergens een toernooi hebben, juf? Ja. Ik snap dat u huis wil maken... Maar deze kinderen hebben echt iets meer tijd nodig om dat allemaal te maken. Amuletten en bloemen en wapenschilden. Dus lijkt het mij verstandig, want ik moet hem toch op krachtstroom aansluiten. Lijkt het mij verstandig dat de kinderen gewoon alle tijd hebben.
Dus om alle tijd hebben om dat te organiseren. Ik stuur u terug naar uw eigen tijd. Sluit ik hem aan op krachtsprong. En op het moment dat we dus u echt hier nodig hebben, dat ik zeg, nou kan het toernooi beginnen. Dan haal ik u met paarden en al deze kant op terug. Is dat een goed plan? En dat is dan voor u, is dat ongeveer 10 tellen. Dus u bent dan 10 tellen weg en dan bent u weer 10 tellen terug. Die 10 tellen hebben wij die paarden niet opgezadeld. Oh, dat duurt wat langer, een paard. Ja, daar heb ik geen verstand van, ja. Dus, een kwartiertje. Dus ik ga je gewoon terugsturen, Rode Roderick. Witte Wilhelm.